Ewa, het is je boy QC. En ik ben Bram. Ja, en vandaag zijn we bij Hot Topic. Hot Topic. Ingezonde vragen beantwoorden. Ja, dus kom maar door. Hot Topic. Hot Topic. Dat is een lekker woord, man. Probeer. Hot Topic. Nee, dus Hot Topic. Welkom. Ja, welkom. Leuk. Welkom, man. Wat is de grootste verandering? Dat we bekend werden. Ja. Ja, ja, ik denk toch wel bekend zijn. Nee, maar, je weet toch, herkend worden en zo, dat is toch wel een grote verandering. Ja. Ja. En ineens geld, dat is ook wel een ding. Ja, dat is ook wel een ding. Ik had nooit geld en nu ineens zwem ik erin. Ja, nee, dat is niet waar. Ja, dat geloof ik wel. Ja. Nee. Ja, wel. Volgende hot topic. Wat zou ik niet doen om viral te gaan? Echt andere mensen beledigen. Ja. Denk ik. Toch? Ja, ja. Gewoon maar, kijk, een grapje hier en daar is leuk, maar er zit een verschil in tussen een grap maken en de grond inboren. En compleet naakt? Nee, maar dat zou ik niet doen. Nee. Nou, dat hier. Hoeft niet voor me. Nee, dat is precies dat. Dus naakt? Zou ik... Naakt. Nee, niet dat ik wat te verbergen heb. Nee. Ja, best wel een... Ja, toch? Ja, jij ook. Volgende hot topic. Hoe zet je bekendheid om in geld? Heel veel dealtjes aangaan met allerlei loesje bedrijven. Ja, ik moet wel zeggen, van YouTube zelf krijg je eigenlijk niks. Nee, daar kan je niet van leven. Maar je moet natuurlijk je bekendheid omzetten in geld door campagnes aan te gaan. Maar je moet ook weer niet te veel aangaan. Je moet wel selectief zijn, dingen doen die dicht bij je, bij je passen. Precies. Anders ben je ook niet meer geloofwaardig en dan word je een sell-out. En dan, ja, wil je ook niet, en dan word je Nina Waring. Volgende hot topic. Wat is uitdagend van ons beroep wat mensen niet zouden weten? Relevant blijven. Gewoon bezig blijven. Gewoon wel toch weer elke keer. Ja, want vooral wij zoeken altijd die viraliteit op. Ja. En daar ben je toch elke keer weer mee bezig. En het moet toch wel elke keer weer lukken, weet je. Het is elke keer alsof je weer bij elke post een nieuwe wedstrijd speelt, weet je. Ja. Volgende hot topic. Wat voor werk zou ik doen als ik dit niet zou doen? Wat zou jij doen? Nou, ik had wel zeg maar als doel om iets in de mediawereld te doen. Ja. Maar ik heb hiervoor gewerkt in een bouwmarkt. En daar zag ik toch ook wel groeimogelijkheden. Ja? Ja. Jij in een bouwmarkt? Ja. Toen ik jong was, wou ik pornovideo's gaan regisseren. Ja. Instructies geven. Hey, nu daar staan. Je weet toch, of onder een film. Je weet toch, om voor de perfecte shot. De kampshot. Ja. Lekker toch. Hey, what's up, guys? Nou, het was superleuk. Ja. Hopelijk hebben we je vragen beantwoord. En zo niet, slide in onze DM. Tot de volgende keer. What's up, guys?